Voor het behalen van koolstofneutraliteit moet ongeveer 45% van processen worden gereduceerd. Recente onderzoeken wijzen uit dat maar 2% van de reductie is behaald. Hierdoor zal Suriname, ondanks zijn koolstofneutraliteit, ook de gevolgen van klimaatsverandering ten zere ervaren. Met deze woorden beklemtoonde minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dassai, de ernst van de aanpak van klimaatverandering op een persbriefing over de Conference of Parties COP28. COP28 had als doel te reflecteren op het succes bij het tegengaan van klimaatverandering. De COP28 was bedoeld om te brainstormen over initiatieven om klimaatsverandering tegen te gaan. Deze conferentie vloeit voort uit het in 2015 getekend Parijsakkoord door 199 landen. Binnen EOSIS was het voor ons belangrijk om die erkenning te krijgen dat landen met bos ervoor hebben gezorgd dat al die jaren, niet eens al die jaren, al die eeuwen er CO2 is geabsorbeerd. Terwijl de rijke landen uitstoten, zich ontwikkelen, hebben wij landen ervoor gezorgd dat wij absorberen. Maar het krijgt niet genoeg erkenning van de andere landen. Dus wij hebben steeds moeten pushen. Binnen EOSIS waren er maar enkele landen die opkwamen daarvoor. Dat waren Suriname, Guyana en Belize. Dus dat is één zaak waarvoor we hebben gepleit. Binnen mitigatie is het zo dat we een climate finance mechanism hebben waarbij we zouden kunnen verdienen uit removals. En wat zijn removals? Removals is dus het feit dat onze bossen die CO2 kunnen absorberen en eigenlijk ook zorgen voor reductie. Anders dan wat de rijke landen doen met hun technologie. Ritesh Sarju, directeur van Milieu, zei dat er vanuit Suriname wordt gekeken naar mogelijkheden om te zorgen voor het halen van de gestelde doelen. Dit moet met verwijzing naar de maatregelen van de Green Climate Fund. De GCF is daarvoor in het leven geroepen, een aantal jaren geleden. Alleen de minister heeft het al aangegeven. De GCF is niet een makkelijke pakkie. GCF staat voor Green Climate Fund. Allemaal heel makkelijk. Als je hun website leest, denk je van, oké, morgen heb ik dat geld. Nee, dat is echt niet waar. De GCF heeft mechanismes ontwikkeld. Heel scherp. Ergens te begrijpen, want het is een finance mechanisme, dus je moet wel aan de regels voldoen. Alleen, voor ons als klein land, om zoveel te kunnen doen, dat hebben wij niet in place. Maar, het is heel zwaar, maar we proberen. Met het oog op het behalen van de reductie, tracht het ministerie zich te committeren aan maatregelen van de GCF. Hiermee wordt gezorgd voor het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering.